Time heeft zijn prijs van het jaar gegeven aan een aantal journalisten en uh, daar zit natuurlijk journalistieke organisatie achter. Het is ontzettend belangrijk dat journalistiek onafhankelijk blijft. Weltschmerz is zo'n organisatie natuurlijk niet op wereldniveau, misschien dat het dat ooit nog wordt, maar die onafhankelijkheid die is heel belangrijk en Weltschmerz moet onafhankelijk blijven en kan alleen onafhankelijk blijven als er ook wat steun komt. En die steun hoop ik dat u dat kunt geven. Kijkers, uh, we zitten hier in de studio van Veldsmet. Ik zit hier samen met Maarten Doorman. Maarten heeft een boek geschreven, heeft vele boeken geschreven. Maarten is filosoof en schrijver. Het boek wat ik hier op doel is Dichtbij en Ver weg. Uh, dat behandelt heel veel over kunstkritiek. En daar gaan we het hier over hebben. De centrale vraag is: is kunstkritiek eigenlijk nog wel uh, nodig? Is het een overbodige luxe geworden in Nederland? Of uh, is dat een veel te zwarte. En donkere stelling. Dan gaan we het hier met uh, welkom Maarten? Waar gaan we het met Maarten over hebben? Uh, de, mijn gevoel is, om het maar eventjes meteen zo erin te gooien, is dat het publiek wat kritieken leest is al een uh, publiek wat natuurlijk iets intelligenter is, iets, uh, iets uh, gestudeerder is dan een heel breed gemeenschappelijk publiek. Maar dat ze bovendien, gek genoeg, steeds minder de kritieken lezen. Dat eigenlijk de waarde van kritieken zoals we dat in de topjaren van de 70-80-jaren kenden, dat het eigenlijk voorbij is. Is dat ook jouw mening, jouw gevoel? Nou ja, ik ben als schrijvend kriticus zelf, en dan ging het vooral over literatuur. Heb ik meegemaakt hoe de kritiek opkwam en verdween, en of verdween, maar veel minder werd in de jaren 90. Dus de omvang werd kleiner, de stukken werden korter. Dus daar is wel iets van waar, maar tegelijkertijd, ik ben nooit zo van de sombere verhalen. Neemt de, de omvang van de kritiek neemt denk ik niet af, maar hij verplaatst zich voor een deel naar andere middelen, en dan met name natuurlijk internet. Um, dus of die een omvang afneemt, weet ik niet. Of die een kwaliteit afneemt, is dan de volgende vraag. Ja. Ik denk het wel, maar ook als je een langere lijn trekt en je kijkt naar oude kritieken in kranten van de jaren 30 of 50. Dan weet ik het ook niet zeker. Misschien zijn het ook de fluctuaties die je op de, de beurzen wereldwijd ziet. Uh, maar het moet natuurlijk beter. Het moet altijd beter. Alles ja. moet altijd beter. Ja. ja, maar je, je raakt meteen iets aan. Misschien springen we een beetje over de grote dingen. Maar we gaan vast nog wel naar details toe. Je zegt de, de, de nieuwe mediavormen. Dus in feite met name het internet. Hè, waar dan ook kan je Twitter bij je doen. Kan je Facebook bij je halen. Al die dingen. Die zijn zoveel belangrijker geworden. Betekent het dat in feite, omdat ik zeg van ja, niemand leest ze meer, die dingen? Betekent het dat eigenlijk kwaliteit naar beneden gegaan is? Omdat er zoveel amateurcritici gekomen zijn, is dat eigenlijk een, een teken aan de wand dat de serieuze kritiek niet meer nodig is of niet meer kan? Dat zijn eigenlijk twee vragen. Hè? Dus uh, is het amateurisme uh, toegenomen in de kritiek? Ja. En kan het nog kritiek leveren? En om met die eerste vraag te beginnen. Ik moet dan denken aan een boek dat een jaar of tien geleden uh, populair was in Amerika. Dat was het boek van Andrew Keane. Uh, the Cult of the Amateur. De, de, um, en dat gaat eigenlijk over de opkomst van de meningen van de amateurs overal op internet. Dus dat gaat niet alleen over kunstkritiek. En um, hij waarschuwt daarvoor omdat hij zegt we worden eigenlijk steeds dommer. Het lijkt alsof we steeds meer informatie krijgen. Dus ook steeds meer kritiek krijgen. Maar die, de, het niveau van die kritiek neemt af en gaat ten koste van professionele kritiek. Daar zit denk ik wel wat in. Als ik dat nog mag toelichten. Ja, uh, ja, wat, ja zeker. Want dat moet je toelichten hoor. Maar ik wil daar meteen gaan koppelen van. Is dat zo erg dat het dommer wordt? Ja, en dan hebben we nog die vraag. Precies, maar daar ja. komen we dan ja. straks. Hè, want het gaat er eigenlijk eerst over. Nu hebben we het over het, het amateurisme. Of ja. dat toeneemt ja. en wat je daaraan zou kunnen doen. En, en, uh, en dat heeft natuurlijk ook te maken met het gezag van de critici. Dat, is eigenlijk, dat zit allemaal aan elkaar vast. En ik las een jaar of acht geleden een mooi stuk van een criticus. En dat was niet een kunstcriticus, maar een restaurantcriticus. Daarom vind ik het juist interessant. Je leert vaak over dingen als je even van buiten gaat kijken. En die restaurantcriticus, die over, overigens ook filosoof is, Jeremy Ickers, die schreef, ik heb dertig jaar lang heb ik restaurantcritica geschreven, zei hij. En in het begin, toen ik als, als jongeling ik nog wel eens onbehouden te werk ging, toen schreef ik ook nog wel eens een stuk waarvan ik dan laat horen dat dat zo fataal was dat een restaurant <laughs> dicht moest. Ja. dat weet je nooit. Maar ja. uh, later werd ik milder, zei hij, en ging ik mij ook steeds meer aantrekken van wat lezers vonden. Want die stukken kwamen op sites en lezers hadden behoefte om te reageren. En het goede van deze man was, want inmiddels was hij al een oudere gezaghebbende criticus, dat hij uh, ook op zijn lezers inging en ze antwoord gaf. Maar wat hij zei, hij zei die lezers die komen vaak met kritiek op, uh, die, komen, die worden kritisch op het moment dat ik kritisch word over restaurants van ketens. De, de, laat ik zeggen, Planet Hollywood, die speelt zich in Amerika hmm. af, uh, dat soort restaurants. En hij zegt, nou ik vind dat te vet vaak, ik vind het te zout. Het is altijd hetzelfde, die fettuccine met kip en, en ingevroren uh, octopus. En, hmm. uh, dus daar schrijf ik over. En dan krijg ik de meeste reacties, zegt hij. En die reacties zijn bijna altijd van, van in de vorm van, wie denkt u wel niet dat u bent? Ik had daar een geweldige avond. Met andere woorden, het gaat eigenlijk niet in op wat hij over dat eten schrijft. Maar het gaat over de vraag, mag hij een oordeel hebben over, ja. over iets, eigenlijk een oordeel dat verschilt van degene ja. die hem kritiseren. Ja. Ja. Met andere woorden, in, in die tijdspannen waarin hij restaurantcritieken schrijft, ...is er iets verschoven, met, vooral op het moment dat hij zich digitaal manifesteerde. En dat is, zijn, zijn gezag wordt niet meer geaccepteerd. Nou, dat was ook wat Andrew Keen zei. De amateur komt op. En dan is de volgende vraag natuurlijk, is dat erg? Ik denk, ja, dat is jammer. Erg is een te groot oorlog, is jammer. Maar dan is er ook ja. de vraag, wat is het antwoord erop? Want het is natuurlijk niet zo dat het allemaal de schuld is van internet. en uh, Dat is te makkelijk. Dus vervolgens ja. moeten we daarover na gaan denken... Hoe we dat soort problemen gaan ja. te lijf gaan. Ja, kijk, een van de allergrootste kritiekpunten die er naar de critici toe gegooid wordt, bijna, vooral door makers, is dat het maar de mening van één persoon is. En die mening van één persoon, daar heb ik het natuurlijk vooral over film omdat ik dat het beste ken, kan een film behoorlijk schade berokkenen. Nou, het is ontzettend de vraag of dat. Ik, ik vind het eerlijk gezegd geen vraag of het wel of niet mag. Natuurlijk mag het. Hè? Er is geen, geen enkele kwestie of dat wel of niet juist is. Maar uh, bij de, waar het bij de filmmakers natuurlijk wel heel erg over gaat, is dat die kritiek die in de krant staat. Want als het, als het geschreven staat, is het ineens echt. En dat is dan nu voor een deel op, op het internet. Dat woor, daar wordt zo'n waarde aan gehecht dat de filmmakers over het algemeen vinden dat die kritieken niet meer gaan over hun film, maar over de mening van de criticus zelf. Nou, dat wordt een hele moeilijke discussie, want moet een kritiker juist wel zijn mening geven of juist niet zijn mening geven? Of moet die er zijn om informatie naar de lezer over te dragen? Yeah. Nou, mening, dat klinkt zo vrijblijvend. Iedereen heeft een mening. Maar ik vind absoluut dat critici tot een oordeel moeten komen, een ja. beredeneerd oordeel. En als je dat goed opschrijft, dan kan de lezer daarin meegaan. En uiteindelijk van mening verschillen met die criticus. Dan ben je een goede criticus. Een goede criticus is niet iemand die radicaal voor of tegen iets is. Een goede criticus is niet een criticus die zich geen oordeel uitspreekt. Want dat is wel degelijk de reden. De, een, een, dat is waar kritiek voor is. Een onderscheid maken tussen wat de moeite waard is en niet in al die veelheid. Daar heb je als lezer ook iets aan. Maar wat een criticus moet doen is hij moet zodanig oordelen dat een lezer denkt: ik zie zijn punt, maar ik geloof niet dat ik daarin meega. Dan heb je er iets aan. En daar zit volgens mij iets heel belangrijks onder. Je hebt mij ook aangekondigd als filosoof, dus ik wil ook wel. Ja. Een klein filosofisch punt hier maken. Kijk, um, sinds de romantiek uh, bestaan er geen vaste regels meer voor de kunst. In de tijd van Mozart en daarvoor, had, je wist gewoon hoe je een sonate moest schrijven. Die moesten een aantal regels beantwoorden. Dat gold voor poëzie, schilderkunst, noem maar op. Maar vanaf de romantiek is het de kunstenaar zelf die uitmaakt wat de regels zijn. Als jij een film maakt, een speelfilm dan kun je uiteindelijk ben jij het als maker van die film die mag beslissen hoe het is en je hebt natuurlijk met allerlei wetmatigheden te maken en hmm. kijkers maar de kunstenaar is vrij. Dat betekent dat de kunstenaar iets maakt, die legt het vervolgens voor aan de kijker, de luisteraar, de lezer, maar het kunstwerk is nog niet af. Het kunstwerk wordt afgemaakt door degene die leest, luistert ja. of kijkt. Dat ja. is ook precies wat kunst zo de moeite waard maakt dat wij ook nog iets mogen zeggen en vinden als kijkers. En nou, wat doet die criticus? Die geeft weliswaar een oordeel, maar die informeert om te beginnen. Die geeft een oordeel, maar ik zei al op een open manier met argumenten, zodat die lezer van de kritiek mee kan of, of niet mee kan. Dus wat doet die criticus uiteindelijk? Die criticus die begint het gesprek over het kunstwerk en daarin zit de waarde van de kritiek. Denk je dan, Maarten, want ik, ik begrijp helemaal wat je bedoelt en ik, dat is dus natuurlijk ook heel duidelijk, maar denk je dan dat het Belangrijk is waar die criticus die mening naar buiten brengt. Ik bedoel, om het maar heel praktisch te zeggen, maakt het een verschil of je een criticus hebt die voor de Volkshand schrijft of voor de Telegraaf? Uh, want je zegt, dat de, de, de lezer in dit geval, de lezer van de kritiek, die moet kunnen uh, zien in wat voor framework het staat eigenlijk. Ja. Hè? Uh, die die criticus kan niet elke keer bij elke kritiek gaan oplepelen wat hij eigenlijk van het leven vindt of wat hij van film in het algemeen vindt of wat dan ook. Dus ergens moet er een framework bestaan, want dat fra zonder dat framework is die kritiek eigenlijk nergens. En, en een criticus kan ook niet zonder oordeel zijn, want we zijn allemaal, hebben we een oordeel. Hè? Maar is het dan belangrijk dat die bron die, dat, dat, waar het in verschijnt, of de manier waarop het verschijnt, uh, draagt dat veel bij voor, de, voor degene die eigenlijk die kritiek tot zich neemt? Je stelt de vraag heel abstract voor, maar wat je bedoelt, en correct me if I'm wrong, wat je bedoelt is, maakt het uit of je kritieken schrijft voor de NRC of voor de Telegraaf? Zou je andere kritieken nou, schrijven? Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, ik bedoel niet, zou de kriticus andere kritieken schrijven, want ik denk dat hij hetzelfde ja. zou kunnen schrijven, maar voor degene die de kritiek leest. Nou, de Telegraaf heeft andere lezers dan de Volkskrant, dat is evident. Ik vind ook dat je voor de Telegraaf als kriticus anders moet schrijven dan voor de Volkskrant. Ik zou het leuk vinden om af en toe voor de telegraaf kritieken te schrijven. Omdat het voor mij een goede oefening zou zijn om mij in een ander soort lezer te verplaatsen. En um, die lezer is niet stom. Tenminste, ik als schrijver heb nooit de neiging om de lezer te onderschatten. Maar die lezer die is andere dingen gewend. En, je moet dus een andere taal formuleren. Je kunt een aantal dingen niet. Misschien kun je andere dingen wel. Je hebt minder ruimte. Um, dus ja, dat, dat, maar dat frame maakt enorm uit waar je voor kijkt. Als ik 2000 woorden heb en ik kan een stuk in de NRC schrijven, dan kan ik een heel andere kritiek schrijven dan 400 woorden in de Telegraaf of in de ja, NRC. Ja, en dan ja, hebben we ja. het nog helemaal niet gehad over gesproken kritiek. Dat kan ook nog, hè? of ja. kritiek op een blog. En, ja. En, ja, dus die vorm maakt veel uit. Maar ik heb studenten ook een tijd lesgegeven in het schrijven van kritieken. Ik zei altijd tegen mijn studenten, je kunt een stuk schrijven van 50.000 woorden, van 5000, van 500 en 50. Je kunt ongeveer hetzelfde schrijven in die vier stukken. Het wordt natuurlijk wel een heel ander stuk. Mm -hmm. Het moeilijkste stuk is die van 50 woorden. Mm -hmm. Wel nou, leesbaar blijven. Ja, ja. enzovoort. En nu, nu, nu heb je natuurlijk. Nu eigenlijk praten we toch nog steeds over een, uh, 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 een, een vorm die. Dat relatief ideaal is van dat mensen de ruimte krijgen om, om te schrijven, dat ze de ruimte krijgen om te schrijven wat ze kunnen schrijven, al is het 50 worden of 500, wat dan ook. Bij maar 50 heeft, je ruimte, da, heb je niet da, de, da, de ruimte. Nee, 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 Maar wat ik merk in mijn omgeving, en dat zijn absoluut intelligente mensen die vaak naar kunst toe gaan en dat soort dingen, is dat ze. Ook veel minder kritieken lezen. Of het nou over toneel gaat of over boeken of wat dan ook. Het enige waar ze nog naar kijken. En wat ze bij film zeker zeggen: we gaan naar een film. Even kijken hoeveel sterren die heeft. Ja. En ze kijken dus. Ze slaan letterlijk. Uh, gaan ze op internet en kijken zoveel sterren. Lezen niet wat er gezegd wordt over die film. En dan zeg je niet tegen die vrienden van je: ja, wat ben je een lui hond? Al oh, vreselijk, ja. Dat wordt ja. altijd heel, heel boos ja. om. Nou, maar dat helpt, helpt absoluut niks. Nee? <laughs> Nee, maar. maar dus, dus die... Ik heb niet zoveel vrienden als jij, maar ik heb nog een paar vrienden en die <laughs> lezen gewoon af en toe kritiek. <laughs> maar heb je niet de indruk, want daar probeer ik eigenlijk naartoe te duwen, van dat die kritieken eigenlijk hun beste tijd gehad hebben. En dat het enige wat nog belangrijk is voor de consument, is dat, uh, dat balletjes of uh, sterren systeem. Nou ja, die, die ballen en die sterren, dat is heel vervelend. Omdat het een kritiek doodslaat. Je wil ja. als kriticus wil je een stuk schrijven waarin je een soort met een gebalanceerd. Oordeel komt. En inderdaad, als lezer zie je allereerst die ballen en die sterren. Dat stuurt ook je lezing. Uh, ik doe dat ook, onvermijdelijk. Ik bedoel, je ziet het gewoon. En dus je leest al minder open. En uh, ja, het is killing. Het parool is er weer mee gestopt. Hulde ja. aan het parool. Die ja. zijn een half jaar geleden of zo gestopt met ballen en sterren. Ja. En ik vind het eigenlijk als lezer ook, ik vind het een verademing. Ja. Want wij zijn geoefende lezers. Wij kunnen best ook, als we niet een hele recensie lezen, dan scannen wij en weten we al ongeveer wat we van die film vinden. En dan hebben we niet een halve seconde nodig. Oké, okay, laat het tien seconden zijn. Ja. Maar we, we zitten ook met een veranderende wereld. Hè. We zitten met een wereld waarbij mensen veel minder kranten lezen. Ze lezen die kranten ook nog eens veel minder op het internet. Zeker de maar, jongere Maar generatie. hoe bedoel je minder kranten lezen? Nou, de, 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 de oplagers van de kranten. Minder papieren kranten. Dat, ja, je? ja, minder papieren kranten. Oké. Okay. Maar ja. er, wordt, er wordt wel gelezen op het internet. Maar de jongere generatie leest weinig nieuws op het internet. Dus uh, ik begrijp van onder andere uit je boek dat jij. Um, eigenlijk vind dat er een aanpassing moet komen en dat die, uh, zeg maar kunstkritiek, om het maar even algemeen te houden, dat die eigenlijk een vernieuwde presentatievorm moeten krijgen. Ja, nou ja, kijk, ik uh, Ik geloof dat je het noemt geen vijf ballen maar zes knoppen. Precies, geen vijf ballen maar zes knoppen, zo heet het stuk. Kijk, Ate, ik uh, ik wil niet zeggen dat ik een optimist ben. Het gaat niet goed met de wereld. Mensen zijn slechte wezens. En net uh, wat je nog wel En je we list. gaan eraan. Nee, maar ik ga niet. Ik ga niet op het moment dat ik een stuk schrijf, ga ik niet nog eens een keertje schrijven dat alles verkeerd gaat. Ik bedoel, want ja. dat weten we. Of ik wil dat best doen, maar dan moet je altijd ook iets bedenken wat een antwoord erop zou kunnen ja. zijn. En anders moet je niet schrijven. Dan ga je in een café lekker zitten klagen en, of in bed liggen en je trekt de dekens over je heen en somber zijn. Dus. Uh, uh, ik bedoel, alles loopt verkeerd af, dat weet ik. Maar uh, dat moet je niet nog eens een keer opschrijven. Uh, dus op het moment dat je gaat cijferen, ga je denken: hoe kunnen we ontsnappen aan de narigheid? Zo ook in de kritiek. Er zijn allerlei nare dingen over de kritiek te zeggen. Maar de vraag is: waar liggen de mogelijkheden? En dat is interessant om over te schrijven. Een van de problemen is het oprukkende internet. Daar hebben we het net over gehad. Het ondermijnen van het kritische gezag. Uh, de, de cultus van de amateur. Iedereen mag wat roepen. Er is geen hiërarchie meer. Uh, de, de, de kritieken in de geschreven kranten nemen af. Meningen en geen argumenten. Enzovoort. Enzovoort. Nou, dan kun je bij de pakken neer gaan zitten. Maar ik dacht, dat internet biedt ook een heleboel kansen. Mm. Er zijn een aantal sites waarop wel interessante kritieken zijn te lezen. Dat is één. Maar um, er zijn ook gewoon nieuwe mogelijkheden: er zijn technische mogelijkheden. We kunnen linken aanbrengen, we kunnen met beeld werken. Uh, en dat zijn de knoppen uh, waar je het over hebt. Ja, en, en wat ik in mijn stuk probeer voor te stellen, uh, over, ik, ik spiegel een soort utopie voor. Ik zeg: stel dat we veel geld hebben. Want veel kan natuurlijk niet, omdat je daarin moet investeren. En kranten hebben er geen zin in, durven het niet of hebben het geld niet. Of iets ertussenin. Stel dat we heel veel geld hebben. Hoe zou je nou een heel mooie kriti kritiek site kunnen maken? En ik denk dat het model nog steeds zou zijn: een kunstkatern van de krant op internet. Dus waar je een aantal stukken bij elkaar hebt. Maar in die, die recensies, in die kritieken, moet je een aantal dingen, een aantal mogelijkheden van het internet gaan benutten. Dat gebeurt deels al wel, maar het gebeurt op een bescheiden schaal. Eén ding is linken: dat gebeurt. Je, maakt, je zet in een recensie iets en je linkt naar iets anders. Maar je moet natuurlijk zo linken dat je ook weer terugkomt en niet uit dat artikel verdwijnt. Nou, um, wat je kunt doen, is ook linken naar een filmpje, maar daar geldt hetzelfde voor. En wat nu, wat, nou, wat ik denk, dit is vaker gezegd, er wordt ook wereldwijd mee geëxperimenteerd. Maar ik denk het specifieke wat ik in mijn stuk naar voren probeer te brengen, is dat um, als je een kritiek schrijft, en je brengt een link in naar beeld of naar, naar een, een interview of iets anders, of andere informatie. Uh, dan moet je dat zo doen dat je toch als lezer in het stuk blijft en ja, door kan ja, lezen. Ja. Dus stel je schrijft over film, een filmkritiek. Ja. dan zou het mooi zijn als je vier seconden uit een film. Kunt opnemen in je lopende betoog. Ja. Uh, want bij twaalf seconden ben je uit dat stuk, dan zit je in die film. En de kunst is vervolgens hoe schrijf je dat op? Hoe schrijf je iets op uh, in een stuk? dat je uh, vier seconden uit een film kan zien en dan weer doorgaat met lezen... zodat je het argument of het betoog kunt vasthouden van je stuk. Nou, daar heb ik over nagedacht. Ja. En volgens mij uh, waar wij heel veel van kunnen leren, dat is van de poëzie recensent, Want dat was tot nu toe de enige recensent die dat altijd al deed. Die schreef namelijk over een dicht bundel... En dan zetten die dubbele punt. Dan haalde die twee regels aan om ja, dat te illustreren. Ja, 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 ja. En hij ging weer verder. En ja. als je die regels goed kiest. met een voorbeeld kun je meteen ook heel veel andere dingen laten zien. Hoe die dichter dicht, wat de woordkeuze is. En je raakt niet uit dat stuk. Dus de kunst wordt dat je een klein stukje uit een film knipt. of uit een theatervoorstelling. dat leest, maar met dat betoog verder gaat. En enkele keer zie je dat in de popmuziek al gebeuren. Maar het gevaar is natuurlijk altijd: die stukken worden te lang. Je raakt uit ja. dat stuk. En, het, het is niet, en de ja. recensenten beheersen niet de techniek van de poëziecriticus om dat te doen. Ja, het is natuurlijk ook nog een, een, een bestaand uh, gegeven dat de, de taal van het internet nog niet helemaal ontwikkeld is. Het is zoals, men, toen televisie begon, toen was televisie radio met een plaatje. Toen uh, de auto... Uh, uh, Ontwikkeld werd, was het een uh, uh, paard Koets, en wagen. Ja. Zonder het paard. Het was de wagen. Maar het zag eruit als een ouderwetse wagen. En voordat het echt op een auto leek, duurde ongeveer 15 jaar. Voordat de tv echt tv was, duurde 7 jaar. Het internet, hoewel het al bestaat, is natuurlijk niet een klein tv-schermpje waar je wat ondertitels hebt. Dus die hele taal van het internet is nog steeds in ontwikkeling. Ja, we hebben het natuurlijk verbeteren. wel 25, 30 jaar. Ja. Internet waar. waar um... Ja, maar op de, op, de, op, de, op de journalistieke basis is er eigenlijk nog niet heel veel onderzoek gedaan. Nou, wat het, denk ik is, is dat de, wat het probleem is, is dat uh, met name kranten eigenlijk op een ontzettende luie en weinig creatieve manier nadenken over wat ze met die recensies moeten doen. Mm -hmm. Want wat ik voorstel, dat kost gewoon een investering. Ja. Om nou een voorbeeld uit de filmwereld te uh, noemen. Ik praat altijd liefst over dingen waar ik geen verstand heb met iemand die er wel verstand van heeft. Ja. Een voorbeeld uit de filmwereld. Als je in een lopend betoog van een recensie een stukje film wil laten zien, dan is dat nu onmogelijk. Mm. Je hebt de trailer en iedereen is natuurlijk bang dat je meer van die film krijgt, ja. want uh, dat is uh, beschermd en je wil die film zo lang mogelijk binnen zijn huis houden. Dus ja. je gaat dat niet zo aan een criticus weggeven ter publicatie. Dus er moet ook een, er moet iets zich ontwikkelen, reglementen of weet ja, ik veel, ja, ja, zodat ja, ja. die filmmaker bereid is om kleine stukjes aan de ja. kritiek te geven en dat, moet de contracten erbij. Ja. En maar ja. dat, is, dat is best te doen. Dat is niet te investeren. Doen, ja. Ja, helemaal en, niet in. Technisch nou, probleem. Weet je Bij, bij film over het algemeen, natuurlijk, generaliseer ik iets. Maar is het altijd zo, zodra de distributeur, die het verlengstuk is van de producent. Uh, het gevoel heeft dat het publiciteit op zal leveren? Natuurlijk. Dan doen ze alles wat ze En voor theater zal, kijk, is helemaal, zal het ook doen. Het is totaal niet moeilijk om bij een theatervoorstelling. standaard uh, twee ja. cameraatjes mee te laten lopen. waar een, een theaterresistent ja. een stukje uit kan halen. Ja. Maar ik ga, dat brengt me wel op het punt wat, wat ik vind dat interessant is. Dat gaat dan niet zozeer over de. Inhoud van de kritiek, als wel over de geloofwaardigheid van de kritiek. Want ik ben het helemaal met je eens dat een criticus een oordeel moet hebben. En daar, natuurlijk, als filmmaker, ben ik daar vaak niet mee eens. Ik lees ook al sinds mijn 25e geen kritiek over mezelf meer. Want uh, die, ze moeten het schrijven voor de lezer, niet voor mij. Um, maar is maar, dat omdat je bang bent om gekwetst te worden? Of, nou, of, natuurlijk of... Speelt, dat mee. Tuurlijk speelt dat mee. Maar het speelt ook mee dat ik denk dat ik er niks aan heb. Uh, de, de Hugo Claus die zei altijd toen, dat ik hem nog heel goed kende, een tijd geleden... Je moet alleen maar de mensen lezen waar je respect voor hebt. En dat is natuurlijk ook <laughs> een beetje arrogant om dat te zeggen. Dat zijn er niet zoveel. Er zijn er wel. Hugo Claus hey. was een speler en hij las alle kritieken. Die ja, natuurlijk, natuurlijk, Hij was ijdel genoeg om dat te doen. Ik weet maar niet of maar mijn, mijn gevoel was, is meer kwetsbaar, dus ik doe dit. Maar ik ga even. Dat komt misschien straks nog wel op. Ik ga nog even terug naar. Nou, de, ik, ja, ik de geloofwaardigheid het, van de kritiek. Nou ja, ik vind het nogal wat dat je als kunstenaar zegt. Ja, ik lees nooit kritieken over mijnzelf. Nee, uh, maar ik dat, vind dat een criticus moet schrijven voor de lezer, voor zijn doelgroep, hè. Of dat nou Vrij Nederland is, of de Telegraaf of of een blok of wat dan ook... of als het uh, RTL Boulevard is... die maken een bepaalde... Uh, geven een bepaalde mening weer... die zij... willen communiceren met hun publiek. Maar wil je... Ze willen zelf niet communiceren met mij. Of, ze, of, of ik die... Maar je vind... bent toch ook de kijker van je eigen werk? Je, hebt toch, je bent niet alleen de maker van je eigen werk... maar je verplaatst je toch ook in de kijker? Iets moet ergens naartoe, naar iemand toe. Ja. En jij verplaatst je daarin. En als je een extra kijker hebt die iets weet van het vak... en ook bereid is om... Daar in alle eerlijkheid met al zijn ervaring iets over te zeggen. Ik, ik vind, dat, vind ja, het moeilijk nou, om me in te. Ik, kijk, ik krijg over het algemeen een hele goede kritieken, dus ik maak me niet zo zenuwachtig over. Uh, maar ook soms uh, krijg ik een soort kritiek en dan denk ja. ik, nou, dat komt aan, maar ik. Um, Oké. Okay. Ja. Nou, is... ik, ben, ik, ben, ik ben calvinistisch genoeg om ze allemaal niet te lezen. Dus als ik weet dat er ergens een goede kritiek staat, lees ik het ook niet. Want dan, uh, dan vind je het ijdel. De, 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 dan vind ik het ijdel, ja. Maar, een dat is het kritiek... maar ik lees de slechte ook niet omdat ik niet het gevoel heb dat zij zich tot mij richten. Ze, ze, ze kunnen mij niet vertellen hoe ik een film beter kan maken. Dat kan ik zelf wel. Ze kunnen me eventueel ja, maar... wel de, de lezer vertellen of ze vinden dat het geslaagd is. Maar je, je maakt een film of je schrijft een boek of je schrijft een een gedicht of welke uiting in de kunst dan ook, doe je om te communiceren. Ja, maar, maar dat lijkt een beetje op... Jij kent dat argument van die Ierse uh, toneelschrijver Brandon Bean, die critici vergeleek met uh, eunigen in een haren met ja, 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 ja. gecasteerde oppassers. Ik ken het, maar je dat, moet toch nog ja, even Ja, ik ga je me toch even <laughs> vertellen. Uh, 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 die zegt die critici, dat zijn net eunigen. Ze, ze, ze staan erbij, ze, ze kijken ernaar, ze weten hoe het moet. Ja. Maar ze kunnen het zelf niet. Nee. Nee, uh. nou, dus was, dat, dat is wel, ik moet je heel eerlijk zeggen wat verandert. Toen ik begon, heel veel jaren geleden, waren de meeste filmcritici waren gefrustreerde filmmakers. Er konden bijna geen films gemaakt worden. Dus om uh, nog in ieder geval iets te doen in de film, gingen ze kritieken schrijven. Maar ze wouden allemaal films maken. Vele van hen, of een aantal van hen, hebben het later ook gedaan. En die, waren, die films waren niet, niet zo goed, ondanks al hun analytisch vermogen. Dat is wel veranderd. En ik moet zeggen dat het respect wat ik heb voor de critici. zijn ook meer de journalisten dan de gefrustreerde makers. Als je kijkt naar. Uh, 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 bijvoorbeeld vroeger. Uh, er zijn een paar uh, critici die ik heel goed vind. maar dat is in de New Yorker bijvoorbeeld. Nou, dat, dat leest bijna niet. daar heb je niet zoveel aan. Is er op dit moment één filmcriticus in Nederland. die ik bewonder? Nee. Was dat vroeger wel zo? Ja, Ellen Waller bewonderde ik wel. Ik was heel vaak niet met haar eens, maar ze had een hele duidelijke visie, ze had een duidelijke lijn en je kon er iets in herkennen. Willem Jan Otten bijvoorbeeld vroeger als toneelcriticus vond ik absoluut iemand die ik las, zelfs al zou ik niet naar het toneelstuk toe gaan. Dus er zijn wel mensen die je kan bewonderen en die, uh, wiens mening je, je hoog acht. Nog steeds vind ik dat dat niet hoeft te betekenen dat ik ze zelf hoef te lezen over mijn eigen werk. Kijk, elke kunstenaar is vrij om het zo aan te pakken als hij <laughs> wil. Dus Tuurlijk, uh, ja, ik, ja. Ik, ik, ik respecteer dat natuurlijk, maar ik zou tegelijkertijd ook denken, uh, uh, als ik feedback krijg op mijn werk, uh, dan ga ik altijd kijken of ik er iets mee kan. Ja, maar dat, die feedback die, die, die komt, die komt meer als je in de zaal gaat zitten met gewone mensen. Voor mij dan, hè? want dat is de communicatie die. Gewone mensen. Gewone mensen, gewone betalende bezoekers. En dan ga je dan naast zitten en zeggen, hé, hey, wat vind je ervan? Dan ga je, je tussen erom? zitten, ja. Nee, ga, ga, nee, ga niet, nee, ik weet niet of je in discussie gaat, want je merkt dan de body language en de reacties, hoe het overkomt overkomt. En, uh, ja, het is een iets andere discussie, hè, maar het, het haakt wel op één punt in. Wat jij helemaal in het begin zei, vond ik heel waar. Je stuk, of je nou een, een beeldend kunstenaar bent, of een, of een toneelmaker, of wat dan ook, is niet af totdat het om het maar zo te zeggen, geconsumeerd ja. wordt. Het is niks zonder dat het publiek waar het voor bedoeld is... er kennis van genomen heeft. Ik ben het eigenlijk wel met je eens. Omdat, uh, dus wat ik inderdaad in het begin zei... de kunstenaar maakt ja. het kunstwerk. Dan heeft ja. hij zijn werk gedaan of haar werk. Ja. En dan is het aan de rest om dat werk ja. af te maken. Dat ja. is wat, wat Roland Barthes noemt de dood van de auteur. Vind ik ook ja, zo mooi. Ja, ja. Uh, uh, ja. En die zegt met de dood van de auteur wordt de lezer geboren. Ja. Uh, in maar, andere woorden... Maar... Uh, uh, als je iets gemaakt hebt als kunstenaar, doe je er niet mee toe. En nou is het aan de wereld om er iets ja. mee te doen. Ja. Maar ja. dan vind ik jouw opvatting wel radicaal. Maar goed. Ja. Um... Maar, maar daar zit, daar zit een, een, een dingetje aan vast. De, 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 bijna alle, in ieder geval uh, bij film is dat zo. Dat is niet zo bij toneel. Bij toneel kan de criticus alleen maar naar de voorstelling gaan waar ook publiek zit. Maar bij film, de filmcritici worden uitgenodigd voor speciale voorstellingen. Ja. Het, het, het is niet ongebruikelijk dat als een, een, een buitenlandse film uh, een junket heeft, dat er gezegd wordt: je kan met die en die ster praten, maar alleen als je minimaal twee bladzijden erover ja. schrijft. Uh, er worden reisjes aangeboden. He, maar de, gebeurt dat trouwens bij de Nederlandse klant ja, Dat die deal wordt gemaakt? Ja. En ja. weet je het of denk je het? Nee, ik weet het. Ja. Ik weet het. Kun okay. je ja. een voorbeeld noemen? Nou, ik weet dat het AD dat absoluut gedaan heeft. En ik kan het je nog, nog scherper vertellen. Toen ik het bombardement maakte, toen hebben wij uh, het Algemeen Dagblad opgebeld en zegt van het is niet ongebruikelijk dat een film zich liëert aan een krant. En uh, omdat het AD voor, voor bepaalde redenen leek ons, dat is een Rotterdamse krant, het bombardement ging over Rotterdam, dus dat leek een logisch iets om daarmee te praten. Toen werd, toen werd ons door de toenmalige hoofdredacteur aangeboden en die zei van, nou, we willen daar graag uh, indelen in delen. In de zin van dat we het proces volgen en daar af en toe een stuk over schrijven. Wat voor ons goed was natuurlijk. Ja. Ik, bedoel, ik ga niet te raar zitten doen. Die PR was absoluut belangrijk ja. voor ons. Maar toen werd er ook aangeboden dat ze zei van, we kunnen dan ook zorgen dat we een criticus krijgen. Dat jullie een criticus krijgen bij deze krant die gunstig tegenover de film zal staan. En toen heb ik gezegd, als het uh, iemand die vroeg schreef: dat vind ik niet juist. Die criticus moet onafhankelijk blijven. Nou, daar heb ik nu wel spijt van, want ik heb wel rotkritiek gehad. <laughs> dus ik had liever mijn trots wat ingeslikt. Maar daar. die heb je wel gelezen, kennelijk. Die nee, maar, nee, maar, maar je, je hoorde van nee, horen zeggen: hoorde nou, je dat Maar zeggen. je weet elke kritiek. Elke kritiek. Je hebt vrienden en die vertellen ja. van. Nou, de okay. Volksrand, dat gezeur, gezond. Ja. Dan weet je precies wat ja. erin staat. Ja. Daar zijn je vrienden voor. Maar van. Ja, ik denk dat dit veel meer gebeurt. Ah, ja, dat en kunnen, welke ja. kranten doen dat, denk je? Nou, ik, ik, vr, het, het, het ligt er een beetje aan, moet je zeggen, waar je de grens trekt. Dat is het hele ja. moeilijke. Want als je naar een persvoorstelling gaat, dan krijgt elke criticus krijgt en een kop koffie, en een dit en een dat, weet je wel, dat soort dingen. Nou, een kop koffie, ik heb er niet zo'n probleem mee hoor. Maar bij die persvoorstellingen, alle kranten gaat het dan over. Hè? Je kan daar ook heel vaak een CD krijgen met de, uh, met de muziek. Ja. Je krijgt ook heel vaak een tasje met allerlei leuke dingen die erbij horen, die bij die film horen. Van T-shirts tot weet ik veel wat. Ja, yeah. uh, die muziek is oké, okay. is informatie. Die muziek is oké. Okay. Denk ik. De t-shirt. Nou, en, yeah. en de, de, de bolpennen en de, yeah. de, geve de, de yeah. verzilverde pennen. Ja, yeah, allemaal uh, niet doen. Yeah. Nee. nee, maar het gebeurt wel. Yeah. En, en het, is, het is verdomme moeilijk om het af te wijzen Het gaat natuurlijk ook zo van, je kan als krant ook uitgenodigd worden om naar Londen toe te gaan. En dan wordt het reisje betaald. Yeah. Maar dan moeten er wel twee bladzijden tegenover staan. Want als je naar Londen toe gaat yeah. en die film gaat zien en met mensen praat. En uh, je krijgt geen stuk, nou dan zal je de volgende keer niet meer uitgenodigd worden. Ja. Dus, dus er is een hele moeilijke... Ik, ik, ik vergelijk het altijd maar met uh, toen Godard begon. Toen in de tijd dat hij, voordat hij filmer was, was hij ook criticus bij, bij Cahiers du Cinéma. Die weigerde zelfs de koffie. Ja. Zo scherp heb ik het eigenlijk nooit gehoord ja. hoor. Dat is een van de weinigen die dat deed. Ja. Uh, maar ik bedoel maar die onafhankelijkheid van die criticus, die lees je niet terug. Zoals jij zei, van als ik een kritiek lees waar vier sterren boven staan, dan ben ik al bevooroordeeld ja. in het lezen van het stuk. Zelfs al ja. wil ik dat niet. In, in, hoeverre is die, uh, in hoeverre kan jij ervan op aan dat er een, een, een waarborg is voor onafhankelijkheid? Nou kijk, strikte onafhankelijkheid bestaat niet, want elke criticus heeft sowieso ook zijn vooroordelen. Mm -hmm. En uh, uh, je kunt zelfs zeggen: kritiek is, is eigenlijk het duidelijk maken van je vooroordelen over iets. Dat is een beetje een cynisaal ding. Nou, maar, ik vind het, ik zeg, vooroordelen een van de beste dingen. Dat is nou ja, dat als het is. een goed vooroordeel is. <laughs> ja. um, Kijk, critici zijn nooit helemaal onbevangen. Maar goede critici hebben altijd uh, toch een soort hogere onbevangenheid. En als je vaker kritieken schrijft, oefen je er ook in. Ik heb jarenlang uh, poëziekritieken geschreven. Dat is best een lastig genre, mm -hmm. want in poëzie wordt ongelooflijk veel gezegd. En uh, het is veel moeilijker toetsbaar dan bij romans. Er zijn ook minder lezers en meer verschillende opvattingen, en de heterogeniteit is enorm. Maar wat ik zelf geleerd heb van het schrijven van poëziekritiek, is dat je pas een goede kritiek kunt schrijven, als je jezelf als het ware helemaal leeg maakt. Mm, mm. Want je vindt heel vaak iets, je hebt heel snel een oordeel, je leest het door en denkt, oh ja, dat weer of je herkent het zo. Je kunt pas een goed stuk schrijven, als je dat toch allemaal weer opruimt en onbevangen leest. Maar die onbevangen, je leest niet als een Neandertaler, dat zou natuurlijk onzin zijn. Dus het is een soort hogere onbevangenheid, noem ik het wel eens, waarbij je je vooroordelen toch weet op te schorten. En even los van of dat goede of slechte stukken waren. Ik heb daar zelf heel veel van geleerd. Ja. Om, namelijk dat je uh, jezelf een soort openheid aan, 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 aan leert. Ook bij theater of film of wat dan ook. Dat je niet meteen met dat oordeel komt en dan. Uh, maar wel scherp blijft. En, maar, en maar, dat is ook in bredere zin, en dat, want we hebben het over kritiek ja, en het belang ja, van kritiek, ja. dat is ook het belang van de kritiek, als ik het nog breder mag maken, dat is het belang van kunst. We worden met iets geconfronteerd waarvan we maar de helft begrijpen, want ik ja. zei al, de lezer of de kijker of de luisteraar moet de rest doen. Um, en dat is mooi aan de kunst. Dus wij moeten oefenen. Mm. Uh, worden gedwongen te, ons iets, uh, iets te interpreteren dat niet duidelijk is mm. bij kunst. En dat is überhaupt voor het hele maatschappelijke debat en alle opgewonden geluiden die we voortdurend horen. En de polarisatie en al die dingen die steeds worden genoemd, is kunst goed. Het leert ons oordelen opschorten. Omgaan met ambivalentie en ambiguïteiten. En, en dus alleen daarom al is kunst zo belangrijk. Ja, ik, dus sta, het, ik, ik vind het herfskunst een noodzaak. Het is een noodzaak die, die heel hoog ligt. Uh, die bijna zo hoog ligt als uh, een goed dak boven je hoofd en eten. Nou ja, maar ik bedoel het niet dat als, als, als volksverheffing, ja, of, of ja. niet dat ik dat nou allemaal verkeerd hmm. vind. Maar, hmm. maar uh, de, eigenlijk dit hele pragmatische dat je. Ja. Dat, Mensen leren dat ze iets zien waarvan je weet wat niet precies weet wat het is. En dan dat je erover kunt praten en dat kunt ja. ontdekken. Ja. Ik, ik, ik ga even door op één dingetje waar je me aan deed denken door wat je net zei. Van, uh, je zegt Laura van, en Hardy. Joh. <laughs> dat kunnen we zo meteen gaan uitbeelden. <laughs> Je had het erover, je, je hebt dus uh, poëziekritieken geschreven en zo. Stel je voor, hè, je, je bent een kenner in de poëzie, daar mogen we van uitgaan. En dat, dat is fantastisch. Er komt een uitgever naar je toe, en de uitgever zegt van: Maarten, ik wil graag dat jij een, een boekje verzorgt met uh, 20 mooiste gedichten. Ja. Zou je dat doen? Uh, nou, ik ben nu geen criticus meer, dus ik zou het nu wel doen. Maar dat gaat natuurlijk om als ik criticus was. nog criticus was. Ik denk het niet eigenlijk. Nou, het hangt er vanaf. Als je zegt uh, de 20 mooiste gewicht van de eeuw of zo, van de laatste 10 jaar of zo. Nou, wel. Nee, het, het zou eigenlijk, uh, van het nee, afgelopen nee, jaar? Ja, ik, ik, zit, ik zit te zoeken naar, want ik wou de ja, vergelijking ja, daarna maken. Ja. Uh, de, de, uh, la, La, laat ik het maar meteen zeggen wat, waar, waarom ik deze vraag stel. En ik kan je er niet in laten lopen, dus moet ik het wel zo stellen. Vrij kort geleden, bij, tijdens de afgelopen filmdagen in Utrecht, waren er twee critici, Jan-Pieter Ekker en Daan Linssen... Die hebben een programma samengesteld met, met, ik dacht acht films, kunnen er ook zeven mm -hmm. geweest zijn, maar acht mm -hmm. films, speelfilms. Van jonge, wat zij menen talentvolle, ja. grensverleggende filmmakers. Ja. Dus ze hebben, een, uh, ze hebben acht films gekozen. Ja. En die werden dan in dat speciale afdelingje vertoond. Ik vond dat heel onjuist dat ze dat gedaan hebben. Leg eens uit. Uh, nou, ik vond het al juist ten eerste omdat ze uh, meedoen in een systeem waarbij, waarbij mensen uitgesloten worden. Er worden veel meer dan die acht films gemaakt. De acht films die, uh, die ze uitgekozen hebben waren allemaal marginale films die. Bijna geen uitbreng hebben of zullen mm -hmm. krijgen. Uh, ze, ze, ze creëren hoop bij een aantal filmmakers die niet gerechtvaardigd is. Want eigenlijk worden ze op een platform gezet waar die films uiteindelijk maatschappelijk niet aan kunnen beantwoorden. Dus de, 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 maar de, hoe de, weet je dat? Zij vinden het veelbelovend. Zij vinden het veelbelovend. Nou, ik maar kan je de cijfers niet? laten zien. En wat voor cijfers? Nou, de, de cijfers nadat een paar van die films uitgekomen zijn. Dus succes, Oké, dus succes is een criterium om Absolute. die films te beoordelen. Absoluut. Okay. Voor mij is dat. Succes, dan moet je absoluut gaan definiëren ja. wat een succes is. Maar daar hebben we nog wel een paar meningsverschillen. Ja. Dus ik vind succes niet een criterium voor de kwaliteit. Ja. Dat is één. Ja, als, ja maar, maar, als, maar zij, en vind de succes, de twee, zij en vinden twee. En twee, als je zegt mensen worden uitgesloten, dan zeg ik dat is ongelooflijk goed. Dat is precies wat kritiek moet doen. Het is ook het oude woord kritiek, natuurlijk, crisis. Kritijn van het Grieks is mm. onderscheid maken. Mm. En een van de, de grote problemen is dat mensen vaak denken dat kritiek iets negatiefs is, omdat het dingen uitsluit, de deur dicht doet. Iedereen moet binnen kunnen komen. Maar dat is killing. Het is killing. Uh, er zijn nu, hoeveel films worden er per week besproken? Acht of zo. Hè, de no, ik denk het niet eens. Nee. Denk het niet. Doe er tachtig, want iedereen moet naar binnen. Tachtig <laughs> stukjes. En niemand leest het meer. Nee. Dus wat die criticus en die kranten of elk kritisch podium moet doen, ook op internet, is juist uitsluiten. Zeggen, dit vinden we belangrijk en dit vinden we goed. En dat doe je door mensen die geoefend zijn en aan wiens oordeel of wier oordeel je een mening hecht. Dus dat uitsluiten is geweldig. Dus de oude, de, is de, de, de oude paroolregel van elke film moet besproken worden, hoe kort dan ook. Mits die in de bioscoop uitgebracht wordt natuurlijk in een minimum aantal. Daar... Hecht jij niet aan? Nou, kijk, ik vind wel. Uh, jij houdt je uh, met, vooral met film bezig, mag ik wel zeggen. Ja. Uh, jullie leven in een heel bevoor, or, bevoordeelde wereld. Ja. En weet je waarom? Omdat elke week bespreken de Nederlandse kranten in principe alle films die in de bioscoop gaan verschijnen. De filmkritiek is de enige kritiek ten opzichte van alle andere kunsten die erin slaagt om min of meer volledig te zijn. En natuurlijk, mm -hmm. er zijn filmhuizen en het is ingewikkelder en dingen verschijnen in het buitenland. En, maar in principe is het nog steeds zo dat mm -hmm. wat de komende week in die bioscoop nieuw is, mm -hmm. wordt in de krant besproken. Ja. En de krant maakt dan een keuze ja, het Dus als zegt, dit is waardeloos, zo'n ja. stukje, dit is belangrijk, groot. Ja. Ja, die keuze ja, ja. wordt door de critici ja. gemaakt als het ja. goed is. Ja. Ja, dat is. Het is een ja, fantastisch ja. systeem. Ja. Het kan niet in de literatuur, maar, die, die, het kan niet in de muziek, ja, maar het, het is kan niet in, in de, de dans of build, de beeldende kunst. Er is nu wel een, 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 een omdat de ruimte die de critici krijgen en omdat de onderzoeken uitwijzen dat niet veel lezers nog kritieken lezen. Dus kijken naar die drie ballen of die de vijf sterren of wat dan ook. Ruimte... Hey, maar dat herhaal je steeds, nee, je nee, moet niet al die drama, nee, nee, dramatische nee, nee. Maar, woorden, Omdat Dan moet ik weer herhalen wat ik heb gezegd, nee. er worden niet minder nee. gelezen, maar minder in de papieren krant. Ja, maar goed, maar dat, dat, dat is waar, ik heb het over de papieren krant, maar omdat er uh, minder gelezen wordt in de papieren krant, worden er ook, krijgen ze minder ruimte maar, en worden dus niet meer alle films besproken. Ik bedoel, dat is een, 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 een Oké, okay, iets voor waar de... je niks dan, aan kan doen. Maar, maar dan, dan ook... nog hebben jullie filmers en in film geïnteresseerden hier echt een voordeel ten opzichte ja, van alle dat andere kunsten. Zijn... Ja. Maar laten we het even hebben waar je net even over begon. Succes. En ja. of dat mee mag spelen. Dus succes, dan moet je natuurlijk ook weer, of dan moeten we dat natuurlijk ook weer gaan definiëren. Succes. Uh, dat, dat kan je bijna bij alle kunstvormen wel doen. Als je een een boek hebt, kan je mm -hmm. zeggen, oké, okay, het boek is een succes als er x exemplaren verkocht worden. Mm -hmm. ja, een uh, toneelstuk is een succes als er zoveel uh, mensen zijn gekomen die het zien. Of zoveel voorstellingen gespeeld zijn. Dat zou ook nog een norm zijn. Ik bedoel, je kan op allemaal kan je een, een etiketje plakken. En dat zal een beetje verschillen. De een noemt dat een succes, de ander noemt dat een succes. In het voorbeeld waar ik het over had met die acht films die zij gekozen hebben, speelde de de uh, waardering die het potentiële publiek zou hebben, die uitgedrukt wordt door naar die film toe te gaan, speelde helemaal niet mee. Geweldig. Niet met de voeten stemmen, maar met argumenten, met een eigen oordeel. Hm. Dat is mijn criticus. Hm. Niet een criticus die denkt, nou, die film zal wel succesvol worden. Daar ga ik als wat positiever tegenover staan. dat is, een nee, nee, dat die is iets niet anders. Je gaat, niet, je gaat niet positief schrijven omdat hen... Bedoel, als je James Bond hebt... Dan, dan kan je zonder kritiek, wordt hij veel mogelijk succes. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat jij niet een serieuze kritiek over James Bond kan schrijven. En dat hoeft niet noodzakelijkerwijs een positieve kritiek te nee, zijn. Nee, maar dit is, als ik het goed begrijp, dit gaat over een soort selectie die critici maken van wat ze veelbelovend vinden. Ja. Haal die marginale dingen eruit, niet alles, hè, daar ben ik tegen. Haal de dingen eruit die goed zijn. Dat is ook precies de, de, de bedoeling van zoiets. Als je ook een aanmoedigingsprijs hebt. En ik vind ook, want zo, daar kwam jouw vraag eigenlijk vandaan: vind je dat kritiek is? vroeg aan mij mm -hmm. zou je als criticus uh, een bloemlezing ja. maken van de 20 beste gedichten ja. enzovoort. Toen zei ik dat hangt er vanaf. Ja. Dus niet van het afgelopen jaar of zo misschien, maar in een ruimer opzicht wel. En ik. Ik kan dat nu zeggen, want ik ben geen poëziecriticus meer, maar ik vind ook dat als poëziecriticus eren wie eren toekomt. Jij bent iemand die er iets van weet, die veel heeft gelezen, geïnformeerd is, dat kan beargumenteren. Dus vraag die criticus. Er is nu een nieuwe poëzieprijs ingesteld. Uh, de belangrijkste poëzieprijs die we hadden, de VSB-prijs, werd afgeschaft. Er is nu een nieuwe poëzieprijs ingesteld, uh, net onlangs, twee weken geleden. En in de jury van die nieuwe prijs zit geen enkele poëziecriticus. Ik mm. vind dat belachelijk. Mm, mm, ik vind het echt schandalig. Mm, mm, mm. En weet je waarom? Omdat uh, poëziecritici uiteindelijk degene zijn... die het best geïnformeerd zijn... en de beste smaak hebben. Het beste smaakoordeel. Mm, yeah. En dan kun je mm. zeggen, hoe weet je dat? Zeg ik, ja, dat weet ik niet zeker, maar, uh, nee, maar dat het ligt wel erg van, voor de hand... Ja. dat we bij hen moeten gaan zoeken. En ja. ik wil ook niet zeggen dat in zo'n jury... Alleen maar poëziecritici moeten zitten. Nee, ik vind het uitstekend dat er zoals nu een hoogleraar Nederlands in zit met belangstelling voor poëzie. Dat er, uh, weet ik veel, een lezer of een dichter of... Dat vind ik allemaal best, maar er moeten toch wel één of twee poëziecritici in zitten. Ja. Mm, yeah. Ja, een van de redenen waar... Je ziet, ik ben een hartstochtelijk verdediger van de kunstkritiek in alle ja, vormen. Ja, nee, maar de, gek genoeg ben ik het daar niet mee oneens. Ik vind dat de kunstkritiek heel waardevol kan zijn. Ik vind dat, en natuurlijk is het ook een beetje makkelijk om te zeggen... er zijn heel veel mensen die niet die kwaliteit hebben die je vindt uh, dat die kunstkritiek moet zijn. Er zijn ook heel veel films, heel veel toneelstukken, heel veel boeken die niet de kwaliteit hebben ja. van het ander. Je hebt die breedte ook nodig. Want een van de gekke dingen die ik wel geleerd heb in mijn leven is dat... Hoewel ik altijd wat mopperig ben over de critici. Als je ze in de hele breedte allemaal samen leest over een bepaald product. komt daar over het algemeen toch een mening uit voor die wel klopt. En bij de een vind je net iets te dit. en bij de ander vind je net iets te dat. Maar als je daar doorheen leest. als je door die persoonlijke. Uh, vervelende dingen heen leest. voel je toch wel een laag die eigenlijk wel klopt. Er zijn eigenlijk Heel, soms geen... zitten ze er allemaal ja, naast. Natuurlijk. Maar er dat zijn vertelders. vrijwel geen grote films. Of nieuwe grote boeken, ja. of, 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 of noem maar op, muziek. Of uh, waarvan de critici, waarin de critici zich massaal vergist hebben. Nee, het gebeurt dat, uh, wel eens, ja. maar dat zijn ja. ook dan ook notoire voorbeelden. Ja. Weet je wel? En dan moeten we natuurlijk ook nog een corrigerend mechanisme hebben. Ja. Dat, uh, jij noemde eerder al, een andere keer, een rubriek in, wat was het ook alweer? De, vroeger in de filmkrant, of waar was het? Ja. Die, die dan filmrecensies besprak. Ja. Ja. En ja. ik heb ooit, ik ben een aantal jaren. Uh, redacteur geweest van het Hollands Maanblad. En daar hadden we een rubriek en die heette... Toets de kritiek. En dan vroegen we een schrijver... niet de schrijver van wie net een boek was uh, verschenen... maar een schrijver die wel ervaring had met de kritiek... als schrijver, en dus ook de kritieken las en zich daaraan ergerde... die vroegen wij om de recensies van een net uitgekomen boek te bespreken, van ja. collega's schrijven. Ja. Dat waren fantastische stukken, want een schrijver is vaak heel verontwaardigd... Hij heeft nog appeltjes te schillen met critici en heeft ja. allerlei uh, ongenoegen erover. En met dat oog gaat een schrijver een kritiek lezen, of een kritieken, verschillende kritieken lezen van een roman. En je lacht je suf, want er zijn natuurlijk ongelooflijk veel tegengestelde... Uh, meningen in die verschillende kritieken. En die schrijver is een beetje kwaadaardig. Uh, dus die voert dat op en een schrijver kan schrijven. Dus dat was een ja. hele leuke ja. rubriek. Toets de kritiek. <laughs> ja, ja ik, ik, heb, de, de, ik kan me herinneren dat de Filmkrant inderdaad die rubriek deed. van... Uh, het, dat was allemaal anoniem trouwens. Waarbij dan de critici... Daar ben ik wel ongelooflijk tegen. Ja, ja. ja, ja, ja dat dat vind vind ik, echt ik was ver, het niet, ver, ver, dat wil ik wel zeggen. Verachtelijk, vind ja. ik dat. Ja. Dat vind ik verachtelijk. En, ik, ik heb ooit, een, het uh, oh, zal wel vijf, zes, zeven jaar geleden geweest zijn, uh, uit, uit narrigheid natuurlijk ook nog eens onder filmmakers een enquête gehouden. Wat vinden jullie nou van de filmcritici? Yeah. Nou, dat, was, uh, dat, dat uh, scoorde niet op. Maar dat was zo treurig dat ik, het niet, dat ik er niks meer mee gedaan yeah. heb. Want het, 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 het was te veel wrok. Yeah. Het was te veel vrok. Maar weet je wat het is, At, uh, Tien jaar geleden... ...schreven uh, een drietal theaters in Los Angeles... ...naar de Los Angeles Tribune een ingezonden stuk... ...van die yeah. drie theaters... ...waarin ze vroegen om veel meer theaterkritiek. En daarvan zou je kunnen zeggen: dat is eigenlijk heel erg gek. Want kunstenaars die hebben een hekel aan critici. Uh, daar worden ze altijd mee doorgetuchtigd. Die critici begrijpen ze niet, die kunnen niet schrijven enzovoort. Uh, maar er was bijna geen theatercritiek meer in die krant te vinden mm. en in andere kranten. En plotseling gaan de theaters daarom vragen. Die wilden namelijk serieus genomen worden, die wilden dat op een podium. Voor een aantal lezers naar voren werd gebracht wat zij eigenlijk deden. Dus ja. die kritiek is helemaal niet vijandig ten opzichte van de kunstenaar. Alleen de kunstenaar, ik weet dat ook uit ervaring, uh, die wil natuurlijk alleen maar geprezen worden. Ja. De schrijver, jij maakt films dat is weer iets anders, maar schrijven is een eenzaam beroep. Dus je zit altijd uh, worstelen en het met je eigen onvermogen te maken voor er eindelijk iets is. Dan komt dat in de wereld. En dan kan daar iemand zomaar dat even doorlezen en ja. met een oordeel ja, komen. Ja, dat ja, doet ja. pijn. Ja. Maar een beetje een. Schrijven of ervaren kunstenaar weet inmiddels ook wel die kan daarmee omgaan. Ja, nou ik denk wel. Ik denk, ik denk niet dat het zo scherp ligt als je nu net zegt. Ik geloof dat de meeste makers, waar ze ook vandaan komen, eigenlijk het wel waarderen. Maar ze willen wel gerespecteerd worden. Dus het voorbeeld wat je geeft van iemand die schrijft een flodderig stukje. En uh, maait uh, 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 een werk weg, dat doet pijn. Ja. Tegelijkertijd denk ik: van, dat heb ik echt in Amerika geleerd. Je moet dingen niet persoonlijk nemen. Hè? Als iemand een flodderig stukje schrijft, dan zegt dat meer over de schrijver daarvan dan over jouw werk. En daar moet je dan maar boven gaan staan. Dus in feite geloof En, en dat waar moet je naar Amerika om dat te leren? Nee, de, de? Ja, toch wel. Toch wel. Ja? Amerika is wat Vertel dat eens. betreft. Ja, misschien was dat aan mij omdat ik precies die goede leeftijd had. Dat ik ben in mijn, uh, toen ik net uh, begin dertig was, ben ik naar Amerika toe gegaan. En daar werden heel veel dingen toch niet zo persoonlijk genomen. Mm. He, van als je bijvoorbeeld een film wilde maken en je kreeg het geld niet... dan werd, kreeg je nooit het gevoel dat jij als persoon afgewezen werd. Mm -hmm. Terwijl je dat in Nederland, omdat yeah. het een subsidiesysteem is... Yeah. toch vaak wel hebt. De gunfactor hier is heel hoog. Mm. De gunfactor in Amerika... Steun maar op één ding, van kunnen we er geld mee verdienen. Ja. En als wij er geld mee kunnen verdienen, dan mag het zo artistiek zijn als je ja. maar wil, als we er maar geld mee ja. kunnen ja. verdienen. Dus, de, dus de, de, de normen zijn, maar een van, van de van de goede bijkomende punten was dat je uh, het niet meer persoonlijk nam. Dat als je hm. afgewezen werd, was niet persoonlijk. Als iemand iets over je schreef, dan schreven ze over het product wat een gezamenlijke uh, uh, iets was van heel veel mensen, maar het ging niet over jouw karakter. Terwijl het hier heel vaak wel over jou als persoon gaat. Ja. Die, die indruk hebben. Ja. Ja. Uh, um, wat, wat, wat je bijvoorbeeld ook in Nederland uh, heel vaak. Eigenlijk, eigenlijk is het volgende wat ik wil zeggen. Van je hebt natuurlijk heel veel uh, critici. Misschien nu nog wel meer dan vroeger. Je hebt heel veel filmmakers. Zeker meer dan vroeger. Je hebt heel veel meer mensen die boeken schrijven, al dat soort dingen. Daar is altijd een groot deel wat niet zal lukken. He, wat niet zo goed wordt als je gehoopt hebt. Dat is natuurlijk uiteindelijk met die critici ook. Er zijn goede critici en er zijn er minder goede. Mijn indruk is, en ik ben benieuwd of je dat ook vindt, dat de beste critici uiteindelijk zeg maar, de meer journalistiek opgeleide mensen zijn. Dus niet noodzakelijkerwijs iemand die van tevoren heel veel van dat vakgebied afweet. Dus natuurlijk, als je, als je over iets gaat schrijven, dat natuurlijk wel tot je moet nemen. Maar het zijn toch vooral de journalisten. Die uh, eigenlijk het meest zuiver uh, 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 een stuk kunnen schrijven. Nou ja, journalisten zijn natuurlijk en getraind in schrijven, mm -hmm. uh, in leesbaar schrijven. En uh, journalisten zijn getraind in een soort waardevrij verhouding tot datgene waarover ze schrijven. Ja. En dat is het voordeel. Het gevaar van een heel journalistieke aanpak van kritiek kan ook weer zijn. Dat het heel oppervlakkig wordt. Of dat je wel ja. veel informatie krijgt. Maar bij een goede kritiek wil je ook een beredeneerd oordeel. Absoluut. En dan heb je ja. iemand nodig ook met eruditie. die heel veel ja. films heeft gezien of muziek heeft gehoord. Ja. Uh, dus het is een beetje een tussenvorm. Ik ben, ik ben niet ontzettend enthousiast over de critici die ik in een krant lees. Maar ik denk dat dat voor de schuld daarvan. dat is ook altijd goed om meteen iemand daarbij te beschuldigen. Uh, dat die voor een grote ligt bij de redacties van de kranten, bij de hoofdredacties. Mm -hmm. die, die investeren veel te weinig in een goede kritiek en dat is een soort laksheid uh, omdat ze heel erg denken in vorm van die ballen en, dat, en in vorm van consumenteninformatie dat je de lezers moet informeren naar welke films ze moeten gaan, welk boek ze moest, moeten kopen en dat vind ik een heel armzalige opvatting van kritiek Maar denk je ook dat ze te weinig investeren in de ethiek van de critici? Want uh, bijvoorbeeld het voorbeeld wat we gaven van moet je dan uh, zo'n programma samenstellen, een van de Onderliggende punten waarom ik er mijn twijfels, mijn grote twijfels over heb. Van de volgende keer maakt een van die makers weer een film. Daar zou die criticus dan uh, opnieuw een kritiek over moeten. Het zou kunnen dat hij daar een kritiek ja, over moet maar een Maar hoever ben je dan. Een goede ga redactie en een goede criticus, zoals die een film echt heel slecht vindt van een bepaalde maker, of een, een, een roman. Uh, bij een volgende keer, in de meeste gevallen tegen die redactie zeggen: nou, Ik was zo weinig enthousiast over dat boek. Volgens mij moet een collega van mij er eens naar kijken. Dat gebeurt heel vaak. Okay. En een redactie kan het ook zeggen. Jij was zo kritisch over dat boek. Ik vind eigenlijk dat we het dus door iemand anders moeten laten bespreken. Mm. Dat is bij een goede, goede gang van zaken, is dat staande praktijk. Uh, en ik vind ook dat critici zelf kritisch moeten zijn in die zin. Maar het kan natuurlijk ook als je, laat ik zeggen, veel kranten hebben een, een nummer 1 in romans bespreken. Dat ja. is bij Volkskrant meestal nog Arjen Peters. Bij de NRC bijvoorbeeld is dat tegenwoordig Thomas de Veen. Um, als de nieuwe Grünberg verschijnt, en Grünberg is toch een van onze belangrijkste ja. cijfers, dan kan ja. ik me ook voorstellen dat die nummer 1 dat boek moet bespreken. En als die daar negatief over is, dat twee jaar later toch nog een keer doet. Dus er spelen verschillende principes door elkaar. Maar op een, een, als de redactie het goed doet, dan hou je dus rekening met allemaal van dit soort dingen. En, en denk je, als, als een, 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 een criticus op een of andere manier gebiased is, voor, vooroordelen heeft, uh, dan moet je hem daarvan afhalen. En uh, de criticus moet zich daar zelf ook van bewust zijn. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor iets als, als bevriende schrijvers of bevriende ja. film, film, filmers en noem maar op. Dan geldt precies hetzelfde ja, voor Ja, dat is in Nederland dus, ik, ik, natuurlijk best wel een issue. Hè, want we zijn een klein land. Ik ontmoet heel veel van die critici. Ik ken er heel veel. En op het persoonlijke vlak kan ik heel goed met ze overweg. Dat maakt het voor hun moeilijker dan voor mij. Mm -hmm. hè, want op een bepaald moment moeten ze over iets ja. schrijven wat ik gedaan heb. En dan kunnen ze me een aardig iemand vinden of juist niet. Maar dat beïnvloedt wel. En, ja. uh, maar tegelijkertijd denk ik van ja, maar als ik die mensen tegenkomt. Ik ga ze ook niet, uh, als ik ze aarde vind, ja. ga ik ze ook niet vermijden. Als je nee. niet aardig vindt ik ze wel. Maar daar zijn natuurlijk gradaties in. Ja. Uh, dus je, het zou raar zijn als je niet met sommige... Jij ja, gaat al een tijd mee in de filmwereld. Ja. Uh, en sommige critici ook, het zou raar zijn als je die zou mijden. Uh, en als je in de bar staat bij het filmfestival of noem maar op, dan maak je een praatje. En hm. dat is normaal. Je vermijdt misschien ook wel bepaalde dingen. He, ze hebben een keertje over jou geschreven en waarvan je denkt dat heeft geen zin om het te bespreken. Nee, dat zou ik uh, niet doen. Maar uh, je gaat dan bijvoorbeeld niet met die criticus uit eten. Tenzij je in een gezelschap zit waarin je wordt uitgenodigd. Ik zit me even hard op te denken. Uh, dan is dat denkbaar. Maar je gaat niet dan met z'n tweeën of met wat vrienden en die criticus eten. Dan, dat die criticus moet dat eigenlijk niet doen. Die moet denken: ja. ik moet nog eens over deze mensen schrijven. Dat kan ik niet meer of niet meer. Dus die gaat dan naar huis of met anderen eten. Ja, ja, ja. ja. En ja, 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 kijk, de ja, wereld ja. is niet perfect. En nee. op een heleboel dus is natuurlijk veel vriendjespolitiek en vooroordelen. We kennen allemaal de anekdotes en verhalen. En critici misbruiken soms ook hun macht op een metoo-achtige manier. En er zijn allemaal roddels over. En er zal ook al veel gebeurd zijn. De wereld is niet perfect. Maar um, op dat vlak denk ik dat de kwaliteitskranten het redelijk goed doen. Maar ik zou dan wel een verbetering willen in hoe critici schrijven. Dat kan mm. zoveel beter. Hey, ik denk dat ik het eerlijk gezegd helemaal met je eens ben. En het dus is goed <tosses> iets om ermee af te ronden. Uh, dat, dat, dat in feite. Kunstkritiek in, in het algemeen heel goed is, dat, dat we ons wel realiseren dat het natuurlijk voor. Dat een, heb ik niet gezegd, hè? Oh, je bedoelt het, het, dat, dat het, het bestaat. Ja, ja dat da, bestaat. Da, da, ja. Ik, nee, ik, ik ja, zal goed. zeker niet ja. zeggen dat de kritieken ja. nee, op okay. zich heel goed zijn, nee. maar het feit dat het bestaat is heel goed, dat we ons natuurlijk wel moeten realiseren dat die kritieken gericht zijn op een, op een uh, relatief goed. Uh, opgeleid uh, uh, lezers, uh, nou niet alleen lezers maar, maar, maar mensen die dat tot zich nemen hè? want je kan je ook afvragen nou wil ik niet de discussie opnieuw openen, maar dat een RTL boulevard, zijn dat in feite ook kritieken weet je wel, hoewel die bijna nooit kritisch zijn ja. zijn ze een enorme motor in het PR systeem ja. en, en de kritieken ja, kijk, de, zijn de, dat eigenlijk het boek ook. van de maand van de wereld draait door, ja. geldt datzelfde voor ja, ja. zijn dat goede kritieken of niet de, de invloed van de uh, televisie is krankzinnig het is mooi, dat is de positieve kant, dat de wereld draait door, vroeger met Joost Zwageman over beeldende ja. kunst, ja. boekenclub, het is mooi dat ze daar aandacht aan besteden. Ja, absoluut. De manier daarop heeft ja. ook allemaal hele grote negatieve effecten in de boekenwereld, dat drukt ja. ook heel veel weg. Ja. Uh, en de vraag is, kun je iets maken dat beter is, meer sophisticated, of verlies je daar je kijkers mee? Ja. Dus... Nou ja, je hebt bijvoorbeeld die boekenrubriek die de VPRO doet, geloof ik, op zondagochtend. Ja. En dat, dat is absoluut... Maar dat uh, zijn interviews, hè? Dat, dat zijn is, interviews, dat is, ja. Daar hebben we het niet over gehad, maar de tijd is om, zie ik. Ja. Maar dat is voor een andere keer. Ja. Interviews is een heel apart genre. Ja. Dat is Met ja. veel minder een kritisch gehalte daarin. Ja. Ik, ik heb nog een, een, een leuk opgeschreven Een van de leukste kritieken die ik ooit uh, kende. De, de, ik was te jong omdat hij geschreven. Dan, dan, dan moet ik het bijna uitleggen, want ik ben bang dat ik het anders verpest. Dan moet ik even zeggen van, jij weet wat een Leica is, hè? Ik weet wat een Leica is. Leica is een camera. Yeah. Want daar gaat het om. Als je dat niet weet, dan heb ik waarschijnlijk de lol al verpest. Maar goed. Maar het ging, het was een, Christopher Isherwood heeft een Boek geschreven, I am a camera, en uh, dat werd later werd het trouwens verfilmd als cabaret. Maar het kwam ook op het toneel, en toen gaf de uh, New Yorkse uh, toneelcriticus Walter Kerr in 1951 zijn kritiek was. Me no like Laika. <laughs> en dat vond ik briljant, ja. weet je wel? Ja. Uh, nou, ik heb het nog zo, eentje. konden ze ook op Facebook. Ja, 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 ja. <laughs> en Tallulah Bankhead, toch een beroemde actrice in, de, in haar tijd, in de dertigste jaren, die speelde in Antony en Cleopatra van Shakespeare 1937. En toen was het, geloof ik, Dorothy Parker, maar dat weet ik niet meer zeker, die zei: Tallulah Bankhead barged down the Nile last night as Cleopatra and sank. Dus ze kunnen, ze, ze kunnen ongelooflijk scherp zijn, uh, ja. de theatercritici in New York. Maar jij suggereert nu: dit is heel lang geleden en in Amerika. En, nou, uh, ik vind dat dat nog wel gebeurt. Hoor. In Amerika worden er nog steeds. Er worden ze daar soms zulke scherpe dingen geschreven. Ja. Maar gek genoeg zijn ze nooit persoonlijk. Ze zijn wel over het project en ze zijn wel uh, heel scherp. Maar ze zijn niet. Het is geen mes in de rug. Hmm. Hmm. Nou. Dus, dus, dus dat hopen we, dat heb jij vast ook nooit gedaan in je, je, je poëziekritieken? Nee, ik ben wel eens aangevallen op een poëziekritiek die ik schreef over de dichter F. van Dixhoorn. En die begon met de zin: Ik begrijp van de gedichten van F. van Dixhoorn geen moer. Dus dat is best een stevige binnenkomen, ja. maar dan kun je daarna kun je ja. dat weer kun je daar ja, nog ja, maar wat over zeggen. Maar toch is dat zeggen. niet persoonlijk, want het gaat over de gedichten. Ja. Ik heb nooit persoonlijk geschreven. Ja. Nee, dat is natuurlijk onzin. Ik heb ja. nooit over personen geschreven. Ja. Nee. Ja. Nou, dat, dat is misschien nog een gebied om te ontginnen dan, Maart. Ja, niet, niet in kritieken, hè? Niet nee. in kritieken. Ik heb wel over nee. personen geschreven, in persoonlijke dingen, en maar niet in kritieken. Nee. Nee. Oké, okay. uh, uh, heb je nog een. Uh, Jij hebt niet een leuke quote die je nog kwijt wil? Nee, ik heb geen leuke quote die ik nog kwijt wil. Jammer. <hums> ja. uh, dankjewel. Graag gedaan.